In 2011 heb ik gewerkt in het gebergte Les Alpilles in de buurt van Avignon. Avignon, hier Arles, waar Vincent van Gogh in het Maisonzoon woonde, Cérémie de Provence, waar hij in de kliniek zat, Saint-Paul de Mozoul, en hier het gebergte, Les Alpilles. Deze bergen zie je vaak op de achtergrond van de schilderijen van Van Gogh. Als ik aan het schilderen ben, is het eerste wat ik doe in mijn schetsboekjes. Hier ligt 10 jaar werk. In mijn schetsboekjes een verkenning maken en de eerste compositie bepalen. Dan ga ik later terug naar die plek met mijn pastelkrijt en maak ik mijn grote pastelkrijttekening. Hier zie je 2 keer hoe ik dan in de natuur sta, in de Alpilles sta te werken. En er ontstaat deze pastel. Ik heb geen fantasie en ik heb geen visueel geheugen, dus ik heb die werkelijkheid nodig om een landschap te maken. En ook in mijn atelier heb ik weer een houvast nodig om te kunnen schilderen. Ik heb in die pastel al keuzes gemaakt van compositie, kleur, ritme, beweging. En daar hoef ik niet meer over na te denken, waardoor ik een grote vrijheid heb te schilderen heb. En dan ontstaat er in mijn schilderij, in mijn atelier, dit schilderij, waarin het minder om het landschap gaat, maar nog meer om verf en kleur. En toen ik de uitnodiging kreeg om in het atelier van het Van Goghuis in Zundert te komen werken, heb ik het plan opgevat om nu toch wat meer een beroep te gaan doen op die fantasie, waarvan ik altijd beweer dat ik die eigenlijk niet heb. En ik besloot om aan de hand van zo'n enkel potloodschetsje, dit was in feite de potloodschets die voorafging aan deze pastel, om aan de hand van zo'n potloodschetsje te gaan schilderen. En ik wilde me vooral toeleggen op de kleur geel. En ik heb een heleboel gele onderzocht. En ik heb gekeken hoe er groene ontstaan door al die verschillende gele te mengen met Pruisisch blauw. En op zo'n manier is er hier in het atelier in het Van Goghuis in Zundert, gedurende de maanden maart en april 2020, een hele serie gele schilderijen ontstaan. En vanuit dat tekeningetje wat ik net liet zien, is dan bijvoorbeeld dit schilderij ontstaan. En hier hangen er een aantal in het atelier en de rest hangt in de galerie.